Goeiedag, ik ben Roel van Herp, accountmanager Smart Farming bij ABMEC. En hier staan we bij een van de twee robots van Nayo Technologies. Dit is de Dino, onze grote variant voor mechanische onkruidbestrijding in de Nederlandse agrarische sector. Wat we met deze robot eigenlijk willen bereiken is dat we op een duurzamere manier gewassen kunnen telen. Enerzijds dus door minder middelen in te zetten. En anderzijds door duurzaam te werken met ons personeel. Met minder middelen bedoelen we minder gewasbeschermingsmiddelen en toch onze gewassen zuiver houden. Duurzaam werken voor ons personeel betekent niemand meer die de hele dag op zijn knieën onkruid wiet of de hele dag hard mechanisch zwaar werk moet doen om de onkruid te wieden in de velden en de percelen. Deze robot is 100% elektrisch. Elektrisch aangedreven en richt zijn eigen, zoals gezegd, op die mechanische onkruidbestrijding. Aan de onderzijde zitten een aantal schoffels die zijn eigen nu vooral richten op mechanische onkruidbestrijding in de rij. De vervolgstap is dat we middels een camera onder de robot ook kropdetectie uit kunnen voeren. En als we weten waar het gewas staat, kunnen we ook schoffels ontwikkelen die ook tussen de gewassen die mechanische onkruidbestrijding uit kunnen voeren. Zodat we uiteindelijk naar een nog beter beeld gaan, nog hogere bestrijding van de mechanische onkruidbestrijding met nog minder middelen en personeel. Het grote voordeel van deze robot tegenover andere huidige methodes van mechanische onkruidbestrijding is zijn gewicht. Waar een andere schoffeltrekker al gauw enkele tonnen weegt, weegt deze dino-robot enkel 800 kilogram. Heeft dus ook een minder bodemdruk en werkt ook volledig autonoom. Een mooie werkmethode met zo'n robot zou kunnen zijn, in plaats van huidige werktuigtechnieken om die mechanische onkruidbestrijding uit te voeren, plus een aantal personen die nog handmatig wat onkruid verwijderen, één robot aan het werk en vervolgens één of twee mensen rondom die robot die de laatste onkruiden verwijderen om zo een zo hoog mogelijk resultaat te houden. Aan deze zijde van de robot zien we één van de twee camerasensoren. Die zijn eigenlijk gemonteerd op de robot. Zodra dat je binnen de werkzone van de robot rijdt en hij staat op autonoom rijden, krijgt de robot direct een melding en stopt hij met zijn werkzaamheden. Dit zijn eigenlijk één van de vereisten die we nodig hebben om een robot als deze CE gecertificeerd te krijgen en in het veld kunnen laten werken. Zoals je hoort sta ik nu te dicht bij de sensor en geeft hij aan, ik stop met het werken. Nou, zoals gezegd is de Dino van Nayo Technologies volledig elektrisch. Een mooie stekker aan de achterkant, zodat je hem eigenlijk altijd en overal op kunt laden. Wanneer het grote accupakket is geïnstalleerd, dan heeft de robot een functie tot 8 uur autonoom rijden. Waarna die eigenlijk nog 20% over heeft, waarvan die heeft gezegd onder de 20% willen we niet meer autonoom rijden, zodat we altijd voorkomen dat de robot midden in het veld blijft staan, maar dat we hem altijd nog handmatig naar het einde van het veld kunnen rijden om vervolgens de stekker weer in te pluggen en weer te voorzien van stroom. De robot is afhankelijk van de werkbreedte uit te voeren met een verschillend aantal schoffels en ook met verschillende aantal schoffeltechnieken. Zoals we nu de schoffels hebben gemonteerd, zijn eigenlijk gewoon hele eenvoudige parallelogrammen met erachter een iets wat bredere schoffel. Maar aan iedere schoffeltuigje zouden we nog bijvoorbeeld een echtje kunnen maken wat direct over het gewas echt. Of we voeren hem uit met de camera en met de kropdetectie, zodat we ook het gewas kunnen herkennen. En vervolgens mechanisch ook nog tussen de gewassen onkruidbestrijding uit kunnen voeren. In plaats van dat hij dan alleen omhoog en omlaag gaat, zul je dan zien dat hij ook nog zijdelings functies heeft naar links en naar rechts. Om uiteindelijk zo kort mogelijk bij het gewas te komen. Met de Dino zien we eigenlijk allerlei verschillende toepassingen en mogelijkheden in zowel in de kleine als in de grootschalige land- en tuinbouw. Waardoor we de eerste robots nu vooral zien bij biologische landbouwbedrijven, om de eigen te specialiseren op die mechanische onkruidbestrijding, zien we ook toepassingen op allerlei verschillende sectoren, waaronder ook de gangbare sector. Want we zien dat ook in die sectoren
personeeltekort, maar ook de maatschappelijke druk op de gewasbeschermingsmiddelen steeds verder toenemen. En waarbij we echt met de klant aan het kijken zijn van, nou kunnen we samen met NAIO voor jullie een oplossing vinden voor die mechanische onkruidbestrijding. De eerste robots van deze die draaien momenteel al in Europa. Momenteel zijn er 30 verkocht die eigenlijk dagelijks de mechanische onkruidbestrijding uitvoeren op het veld. En zoals gezegd is dat nu voornamelijk nog bij de biologische teler. Maar zien we ook in steeds meerdere sectoren kansen. Ik verwacht dat we met deze robots zeker naar de toekomst steeds meer mogelijkheden gaan krijgen. Maar dat ze er eigenlijk nu vooral richten op de mechanische onkruidbestrijding, zie ik de ontwikkelingen bij zowel fabrikanten als NAIO, maar ook bij de grotere bestaande huidige fabrikanten. Er gaat zoveel om in de ontwikkeling en in de toepassingen van die robottechnieken, ja, dat we daar steeds meer toepassingen gaan zien op de Nederlandse velden.